helaas wel. En het was leuk genoeg en je wilde wel meer. Je hebt trouwens ook al meegewerkt aan, aan de inzending van Griekenland. Ja. Dat was, hoe heette ze ook weer? Stefania. Stefania, ja, precies. Daar gaan we ook nog even naar kijken. Oké. Melodie. Oké. Okay. Hier was jij de producer van. Wat dan? Nou, ik heb met haar de vocalen opgenomen. Ik ben meestal haar vocal producer. En ik heb de backings gezongen op deze plaat. Okay. Dus zo ben ik een beetje in aanraking gekomen met... Oh, kijk, mooie foto. Maar deze meneer, die vond het best moeilijk te geloven... dat jij daar ook professioneel iets mee te maken had, geloof ik. Ja, sowieso. In die Oosterse landen werkt ze sowieso niet, volgens mij, met veel vrouwen. Zeker in de muziekbusiness niet. Dus ik zat klaar, helemaal op tijd. Maar wie is die meneer dan? Dat is Dimitri Kontopoulos. Ik moet even goed zeggen, want anders wordt hij boos. Ja, die zit hier voor de buiten, hoor. Ja. Dat is niet... En deze man is best wel een grote jongen in Griekenland en omgeving. Die produceert eigenlijk jaar in, jaar uit wel een song voor het Songfestival. Maar jij zat klaar en hij komt binnen? Ja, en ik zat met Stefania daar klaar. En hij zei zoiets als van, ben jij de cleaner of zo? De cleaner? Ja, wow. Iets in die trant. Ja. Precies. Toen zei ik van, nee man, ik ben de engineer. Ik ga het opnemen vandaag. Dus hij keek me echt aan van, nee, dat kan niet, weet je wel. Maar aan het eind van die opname dacht hij wel van, zij is wel oké. Dus toen hadden we toch wel even nummertjes uitgewisseld. En een paar jaar later... We hebben toch een aardige samenwerking. Heel goed, heel goed. Dit jaar stuurt Cyprus, dus die, wat we net in het begin zagen, hè? Cilia Capsis.